Hallo Rode Ridder fans, ik ben de Rode Ridder, vlogger, en vandaag ga ik het hebben over luxe edities van de Rode Ridder. Je hebt verschillende soorten luxe edities van de Rode Ridder. Vandaag zal ik in detail toetreden in het verschil van de luxe edities. Hier heb je de strip Wattman. Deze strip behoort tot Suske en Wiske. En dus behoort niet tot het Rode Ridder universum. Maar wat heeft dit album nou te maken met de Rode Ridder? Voor de echte Rode Ridder fans weten dat Johan hier een cameo in maakt. En dus behoort hij ook tot het Rode Ridder universum. En Suske en Wiske universums, dus zo twee universums. En die luxe editie waar je dat album van Wattman kan invinden, is in de vindingrijke trilogie van Suske en Wiske. Dus daar komt het album Wattman in voor en daar verschijnt Johan in. Dus is het natuurlijk logisch dat hij ook verschijnt in deze trilogie. Dit behoort tot het eerste stuk van niet gerelateerde Rode Ridder luxe edities. Dan hebben we hier de zevende scherf van Red Ridder. Red Ridder is een spin-off van de Rode Ridder. En daar verschijnen per album een luxe editie van. Dit is het eerste album van de Rode Ridder spin-off uit drie delen bestaand. Dus de Teufelsberg en het Huis Merlijn krijgen ook een luxe editie. Net als de Zevende Scherf. Maar de Van Teufelsberg is inmiddels ook de luxe editie uit. Maar het Huis Merlijn moet nog komen. En zo ziet een luxe editie eruit. Met een rode kaft hier. Hier is het rood. En ja, ik heb hem nog helaas zelf nog niet, maar ik heb er wel een plaatje van. Dus hier moeten jullie het voor nu mee doen. Maar op internet zal er vast wel wat meer over te vinden zijn. Dan ga ik over naar het volgende onderwerp. De standaard uitgeverij luxe edities. Daar heb je verschillende soorten van. Dit is de Verlaus, ik weet niet hoe je het moet uitspreken, Verlaus, luxe editie. En deze, die hebben we hier een ex-libris in. Hier een ex-libris. En die zijn al beperkte oplagen. En natuurlijk zit het album er zelf in. Maar alleen een paar exclusieve tekeningen zit er nog in. Dus dan wil je collectie compleet hebben. Dan heb je deze ook erbij. Dit zijn de Stribble Strips en Standaard Uitgeverij luxe edities. En deze begon al vanaf de wederopstanding tot en met nu. Dus die blijven gewoon nog uitkomen. En dan hebben we hier ook de Stribble Strips. Luxe editie. Ook van de standaard uitgeverij. Maar deze kwam later. Omdat deze van de Rode Kogge was. Kwam die alweer uit 2013. Deze kwam dus tijdens de periode dat Mark Lejean aan de stripreeks begon. En dat Martin Loodwijker mee gestopt was. En daarvan komt deze. Dus deze kwam later. Ondanks dat Martin Loodwijk al een jaartje gestopt was. Maar deze is van Stribble Strips en standaard uitgeverij luxe edities met cover. Het is gewoon dezelfde cover als van de stripreeks. Dan hebben we hier dezelfde. Ook van standaard uitgeverij en Stribble Strips luxe edities. En deze begonnen vanaf de wederopstanding tot en met nu. Net als bij die Hellemond die ik net liet zien. Maar deze heeft de cover, net als het vorige album. Maar deze begonnen vanaf dus tot de wederopstanding tot nu. En waren getekend door Klaus Scholz. En werd later overgedragen aan Fabio Bono. Net als die Hellemond die ik net liet zien. Daar gaan we dus ook dus voor Fabio Bono zijn tijdperk.
Hier de gevangene. Ook een luxe editie ervan. Dus ja. Deze zijn iets groter dan het vorige formaat. Omdat het de nieuwe stijl is van de Rode Ridder. Die vanaf het album 250 de uitverkorene begint. Dus. Dan hebben we hier ook nog een losstaande editie. Van Klingsor. En hier staat wat achtergrondinformatie in over de Rode Ridder tijdens wat de voorgangers waren en andere informatie over vrouwen. Dus mocht je hier geïnteresseerd zijn, deze zijn al beperkte oplagen. Dus ja, echt een collectors item. Deze was nog van de standaard uitgeverij en ja, deze was nog ja. Die was nog niet behorend tot de andere luxe edities. Ja, dit is een officiële luxe editie. Maar de reeks waarvan achter elkaar kwamen begon pas vanaf 221. De spiegeldemo, die heb ik hier. En zo ziet een luxe editie eruit van de standaard uitgeverij luxe edities. Deze edities zijn met plastic. En hebben hier zo'n kaftje omheen. Daar hebben de schribbelstrips en standaard uitgeverij uitgaven samen niet. Dus dit wel, maar zo niet, ja. En zo ziet het er los uit. En de standaard uitgeverij luxe edities, dus plus die Klingsor editie, vanaf Spiegeldemon, duurde vanaf de Spiegeldemon tot de Zwarte Narcis. En net als ook bij deze trilogie zit er weer een ex-libris van de cover van het album en is gesigneerd. Al die ex-librissen zijn gesigneerd. Dan heb ik hier de Cloud trilogie. Ja, daar is ook een luxe editie van. Maar dit is gewoon de Cloud trilogie, die kwam op een Brabant stripspectakel. En deze behoort tot de Rode Ridder trilogie reeks. Maar deze was weer een andere trilogie reeks. Die ik dadelijk liet zien. Want deze is weer een nieuwe cover. Dus hier beginnen ze achterstevoren. Want dit zijn 247.1 tot en met 247.3. En hier zit ook een ex-libris bij. Deze komt uit 2017. En je hebt ook nog eentje uit 2016 met een ex-libris. Maar die is anders dan de 2017 editie. Maar dit is geen luxe editie, maar de luxe editie, die heeft een harde cover. Alle luxe edities hebben een harde cover. Zo ziet de Rode Ridder trilogie eruit. Zo ziet hij eruit. En deze behoort tot een vijfdelige trilogie-reeks. Die staat dus los van van de Cloud trilogie. Want die Cloud trilogie, dat is gewoon een losse editie. Maar deze behoort tot een vijfdelige editie. En die Cloud trilogie kreeg later ook nog een veertiendelige editie. Dus ja. En hier zit ook weer een ex-libris bij. Ook weer gesigneerd. En ja, het formaat zit er zo uit. Hier staan wel wat karakters op de achterkant. Dan heb je ook nog een omnibus trilogie. Dit is de Horst omnibus trilogie. De Heer van Rode, de Slag van Woeringen en de Spokeros. Is ook een. Is eigenlijk een trilogie. Voordat het een trilogie heette, want toen was het gewoon nog een omnibus. Ja, en dan gaan we nou over naar collectors items. Eentje is In de Ban van Willy van der Steen. Het is eigenlijk geen luxe editie, maar is wel een hardcover. Hier verschijnen ook, niet in elke In de Ban van der Steen editie, luxe Rode Ridder albums, correctie. En ja, in deze verschijnen twee Rode Ridder verhalen. En ja,
Dit is eigenlijk dus geen officiële luxe editie. Maar het is wel een hardcover, dus dan wil ik jullie even mededelen. Dan hebben we hier een tweeluik met een cover. En daar heette de terugkeer van koning Arthur. Met Morgana op de voorkant, die het zwaard Excalibur geeft aan Johan. En dit is een tweeluik met een cover. En hier, ja, bijna bij alle luxe edities zit een ex-libris. Maar zoals bij die omnibus zat dus net geen luxe editie, dat had ik even moeten laten zien. Maar hierin zit ook geen ex-libris. Maar in de meeste trilogieën of luxe edities zit gewoon een ex-libris. Dan heb je ook nog deze. Die verscheen ter de gelegenheid van het 65 jaar Klaus Scholz en 75 jaar Martin Lodewijk. En 50 jaar de Rode Ridder, als ik het goed heb. Want ik heb... Ja. En deze is door de fans gekozen. De Blauwe Heks en de Amazones. Dit is een... geen velours editie, maar wel zwarte cover. En hierin zit er dan weer wel een ex-libris. Dus in de een wel, in de ander niet. Zoals ik net al zei, in de meeste wel, maar in een paar niet. En dan heb je hier nog eentje die behoort tot de Gouden Trilogie. Waarom dat zo heet is omdat Suske en Wiske, de Rode Ridder en de Kiekeboes, die zitten alle drie in aparte trilogieën in een luxe editie. En dit is de Rode Ridder luxe editie. En deze zijn niet zo heel duur. Deze kunnen 10 euro kosten. Dus ja. En er staat een foutje op de cover. Ninja stond hier zonder uitroepteken. Maar zulke dingen kun je ook vinden op de Rode Ridder Wiki. Dan heb je ook nog losstaande edities van de Rode Ridder. Dit is een velours uitgave. Maar deze heeft niks met de velours uitgaves te maken. Velours uitgaves te maken van vanaf de wederopstanding. Dus vanaf album 237. Deze die zijn gewoon losstaand, want hier is er ook een van de vedelaar van St. Paul's. Ja. Heb je hier ook nog luxe editie van de Waterdemoon, album 159, en is ook een losstaande editie, en een speciale editie, uitgegeven door de Standaard Uitgeverij, in opdracht van culturele vereniging Spirit Tense, waar het album zich ook afspeelt. Dus zo, ja. Maar als men dan afvraagt hoeveel kost een luxe editie zo'n beetje, ja, deze kan goed ergens rond de 100 kosten. Maar dat verschilt van hoeveel men er op internet voor biedt. Deze kan 100, 150 het is, hoeveel men ervoor wil uitgeven. Meer, dus zo'n een kan ook al wat duurder zijn, die van de Zware Broeders. Maar het is wat je voor wilt geven. Maar die Gouden Trilogie, die ik net liet zien, die kan dan weer goedkoper zijn. Omdat die is niet zo duur eigenlijk als die andere trilogieën of luxe edities. Dus deze, die kost iets rond de, dacht ik, 75 euro. Maar kan misschien iets meer zijn. Ja. Is
wat men ervoor wil geven. Het is allemaal beperkte oplagen, ja. De Zeus kost ook weer iets in die prijsklasse. En in de band van Willy van der Steen, ja, die kostte dan weer wel goedkoper. Die kostte tussen de 35 en 65 euro minstens. Dat hangt af van de uitgaven. Maar dit is geen officiële luxe editie, vind ik zelf. Maar ik vind wel dat jullie de prijsklasse moeten weten. Deze, de Horst Omnibus, die kost iets rond de 35 euro, 40 euro. Als hij gesigneerd is, kan hij wel 50 euro kosten. Met een handtekening van Karel Bidderloo. Deze die kostte iets rond de, ik dacht 50 euro. Ja, 60, 65. Ik heb helaas die prijsklasses niet even erbij, maar ik dacht zoiets. En de Cloud Trilogie. Ja, je hebt ook nog die trilogie, die 14-delige trilogie. En die kostte wel wat duurder. Dat je daar ook nog een originele pagina bij krijgt. Dus deze Cloud Trilogie kost iets rond de 130 euro. Zo was de goedkoopste uitgave bij een Brabant Stripspectakel. Maar dan kocht je de luxe editie met een originele pagina. Dus zonder kost het 130. Met een originele pagina kost het 350 euro. En deze, de standaard uitgeverij luxe edities, die kosten alle drie rond de 50 euro per stuk. Deze, de standaard uitgeverij en Stribbel Strips uitgavers, die kosten rond de 60 euro per luxe editie. En deze Fleurs uitgave, die kost 100 euro. Ik ga ervan uit vanwege de Fleurs, dat die daardoor zo duur kost. En de luxe editie van Red Rider kost ook 60 euro. Van Red Rider kost ook 60 euro. Allee, ik ben dus niet zo op de hoogte van Suske en Wisk hoeveel die kost. Maar ik ga er ook vanuit dat hij iets in die prijsklasse kost. Ook rond de 60, misschien 100 euro tussen daarin. Ik denk niet duurder, maar ja. Dat was over de prijsklasses daarvan. Klik voor de pagina links hieronder bij de beschrijving. Wil je abonnee worden van mijn kanaal? Klik dan op de rode knop. Dankjewel voor het kijken en veel Rode Ridder plezier.